bevinden ons hier in de bottelarij van de brouwerij. Dus hier werden eerst de flesjes gespoeld, dus die terugkwamen van de klanten. En daarna werden dus de flesjes afgevuld. Dit is de semi-automatische flessenvuller. Dus aan de ene kant werden lege flessen erin gezet. Draait rond. Dit zijn de kleppen die de toevoer van het bier reguleren. En er werd een vol flesje werd dan hier op de doppermachine gezet. De brouwerij is hier begonnen ooit in 1758. Waar ik nu sta, dat zijn eigenlijk vooral gebouwen die rond 1880, 1890 gerealiseerd zijn. Achter mij de waterbierketel, daar werd het water verwarmd waarmee uiteindelijk het bier mee werd gemaakt. In de ruimte naast mij, daar staat een beslagkuip. Daar werd dat water vermengd met mout, gemalen mout. En daar hebben we beslag van gemaakt en dan kreeg je de zogenaamde wort. En in die wort ontstaan de suikers, want zonder suikers kun je geen alcohol maken. Dan heb je natuurlijk nog geen alcoholproduct, een alcoholhoudend product. Dan moet je nog met gist aan de slag. En dat gebeurde in de gistkuip. Dus als die hete gehopte wort een tijd had afgekoeld, dan kon je daar biergist aan toevoegen. En dan ontstond langzaam die omzetting van suikers in alcohol en koolzuur. En dan had je een jong bier. Vaten die werden hier ook in de kuiperij gerestaureerd als dat nodig was. Nieuwe vaten werden van een kuiper verderop in de straat gekocht. De brouwerij is gestopt met het maken van bier in 1970 en de boeken zijn gesloten in 1971. Dat de brouwerij op een gegeven moment moest ophouden heeft onder andere te maken met het feit dat hier niet echt winstgevend nog geproduceerd kon worden op grote schaal.